een schubholy aan u allen toegewenst. We hopen dat u ondanks de COVID-19-maatregelen een fijne Pagwa heeft gehad. De positieve ontwikkelingen rond ons nationaal elftal hebben ons de afgelopen week goede impulsen gegeven. Ze hebben ons de moeilijke zaken van het land laten vergeten. Maar hoe staat het met de andere sporten? En zijn wij op schema voor wat betreft de Olympische Spelen? Vandaag nemen we het sportbeleid van Suriname onder de loep. En van harte goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Onder de Loep. Het programma waarbij we de actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering nemen we het Surinaams sportbeleid onder de loep. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. Uw huis behoort lekker te ruiken. Het hoeft geen stressvolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. En welkom terug aan mijn tafel vandaag, de directeur van sportzaken, Gordon Chonichow. En naast hem de directeur van het Surinaams Olympisch Comité, Ramon Chonafat. En we gaan het hebben over het sportbeleid, want over het beleid gesproken. Suriname is in een euforiestemming, want Nacho die doet het ontzettend goed. En ja, het kan een spin-off brengen. Hè? Laat me beginnen met meneer Tony Chow. Hoe ervaart u de ontwikkelingen? Nou, ik ga zeggen heel positief. En ik zie dat vooral bij Nacho, maar ook beginnend al bij Biggie Boy, zie dat er heel veel animo is, heel veel enthousiasme is en iedereen volgt alles op de voet, nationaals en internationaal. En ook met Nacho is er een goede voorbereiding geweest, goede afspraken geweest met de Surinaamse Voetbalbond. En we hebben vanaf het begin kunnen volgen hoe men eigenlijk de nationale spelers al zo ver zijn gekomen en hoe wij nu met de internationale spelers verder gaan. En om te beginnen in het Frank Essens Stadion tegen Suriname, tegen Cayman Island. Ja. Weet je, was geweldig. Iedereen was enthousiast. Iedereen had een Surinaamse voetbaltrui aan. Vlaggen zelf mensen aan de overkant. Dus je ziet dat er nieuwe inspiratie is in de sportontwikkeling in Suriname. En dat koesteren wij ook van sportzaken en willen wij ook die ondersteuning geven aan Nacho en ook aan de gemeenschap die dat allemaal volgt. Oké, mooi. En meneer Chonafat, dezelfde vraag voor u. Hoe ervaart u dat? Ik wil toch even een correctie. Ik ben niet de directeur van het Surinaamse Olympisch Comité, dan wel de voorzitter van het voorzitter. Okay. We hebben wel een functie daar, de directeur, maar dat is een andere persoon. Oké, okay, dus, wie is dat? Vreeswijk, de heer Glenn Vreeswijk. Oké, okay, voorzitter. Oké, okay, mooi. Ja. Nou, toen ik enige tijd, het is dus nu 3 jaar geleden, dus dat zo'n contract is verlengd, Dien Goree. Het had over uiteindelijk de internationals, onze internationals hier naartoe krijgen om voor ons uit te komen. Ja. Dacht ik, zoals ik aan de interviews ook heb gezien, dacht ik van nou, dat moeten we nog zien, want er wordt al zo lang, zoveel jaren daarover gesproken. En ik moet zeggen, mijn complimenten, zoals dat nu toe is toegegaan, het is gerealiseerd. Ja. Het spotpaspoort is, daarvoor had je de overheid nodig die dat goed moest keuren. Bij de Olympische Beweging zit het iets anders met spotpaspoorten, denk ik. Er is een president geschapen, dus we zullen kijken hoe wij daarmee omgaan. Ja. Maar wat Nacho betreft, ik werd op een andere manier geconfronteerd als voorzitter van het Surinaamse Olympisch Comité. En dat was dus de hele inspanning dat de paspoorten in orde zijn, dat we een spotpaspoort hebben, dat de heren er zijn en dan plotseling COVID die roet in de eten gaat gooien vanwege het beleid van Amerika. Ja. Dus ik werd als Olympisch Comité op een andere manier verrast. En heb natuurlijk uiteraard het uiterste gedaan om te realiseren dus dat de ploeg nog kon afreizen. Gelukkig via het
United States Olympic Committee. Oké, okay, maar... is toestemming gekregen van Washington DC, want het moest via Homeland Security, de enige instantie die de waiver kon afgeven. En ik moet zeggen, ik ben niet meegegaan, maar toen ik keek naar de wedstrijd, heb ik genoten en ik dacht van, gelukkig dat het is gelukt. Nee, geweldig. En directeur, u bent nu directeur, maar Johnny Chow is geen onbekende naam in de sportwereld. Jarenlang Suriname vertegenwoordigd op het hoogste niveau. En vaak hoor je van sporters, ja, het beleid deugt niet, het beleid dit, beleid dat. Maar nu ben je toch op de plaats om al die dingen eigenlijk die je persoonlijk hebt ervaren aan te pakken. Precies. Dus inderdaad, als gewezen topsporter en natuurlijk ook door kunnen groeien naar coach, ook in bestuur, hebben kunnen zitten van verschillende sportorganisaties en nu de directeur van sportzaken, zijn er heel veel verwachtingen. En natuurlijk ga ik die uitdaging sowieso aan, want ik wil het verschil brengen dat ik graag ook zou willen zien. En dat hebben we zo'n beetje gedaan. Vanaf mijn aantreden heb ik gewerkt met mijn beleidsteam aan het nieuw beleid. En laat me dit ervan zeggen, er was beleid, maar het misschien verschilde het in de uitvoering. Er was eigenlijk altijd beleid, kan je zo'n beetje zeggen. Het verschil is altijd van, wordt het uitgevoerd of wordt het niet uitgevoerd? Of hoe wordt het uitgevoerd? Wij zeggen dat wij een andere richting opgaan, gericht nationaal sportbeleid, conform het idee van deze regering. Waarbij ze zeggen, ze willen sport decentraliseren. Vandaar dat ze ook hebben aangegeven dat ze sport bij het ministerie van RO plaatsen, regionale ontwikkeling en sport. Omdat men vanuit gaat dat via het infrastructuur van RO, we dichter bij de gemeenschap komen, dichter bij de districten, dichter bij de resorten. Dus dat is al geschied met het nieuwe ministerie. En als directoraat sportzaken, dan geven wij daar ook meer invulling aan en hebben we ons beleid aangepast de eerste 100 dagen. Mm. Hebben we gewerkt aan een gericht nationaal sportbeleid, dat is hier zo, voor 2020-2030. En het is geen leeg blaadje, laat me het duidelijk wezen. Snap je, er zijn dingen hier zo neergepend, welke richting we willen opgaan voor het begrotingsjaar 2021 en dat hebben we al afgestaan. Nu werken we aan onze tweede fase, waarbij we gaan naar de decentralisatie van het sportbeleid. Waarbij we gaan kijken, wat wordt het sportbeleid per district? Zo zijn we gegaan naar Para, Wanica, Koroni, Saramaka en gaan we zo verder. De bedoeling is uiteindelijk dat wij niet vanuit Paramaribo meer bepalen wat het beleid wordt per district, maar dat het district zelf bepaalt via hun DC's en ook zelf met de dorpsbesturen van de verschillende gebieden, dorpen en etc. Dus daarmee hebben we ook getoond dat wij goed op weg zijn. Maar tegelijkertijd werken we ook aan ons topsportbeleid. Hebben we ook zo'n beetje afgerond. En hebben we in dat kader ook het Instituut Nationale Selecties, Sportselecties, weer in leven geroepen onder leiding van Macy Sleengaard. Oké. En we zien het Surinaams Olympisch Comité is al jaren bezig in Suriname. Zo werkt ook vanuit de richtlijnen van het Internationaal Comité. Is er een samenwerking? Ja, natuurlijk is er een samenwerking. Ik moet zeggen dus dat het niet al te intensief is, zo heb ik dat ervaren. Maar dat komt natuurlijk omdat het Surinaam Olympisch Comité als vertegenwoordiger van het Internationaal Olympisch Comité in Suriname een vrij zelfstand autoriteit is. Ja, ja. En wij als Surinaam Olympisch Comité, wij ontfermen ons over Olympisch deel van de sportgemeenschap. Ja. Dat wil zeggen, het Surinaamse Olympisch Comité heeft 17 lidbonden. Ja, ja. De grote bonden, de teambonden, als ik wat noem, voetbal, basketbal, volleybal, noem maar op. Ja. En zo gaat het door. We hebben dus 17 leden en in feite ontfermen wij ons over die groep. Ja. En het ontfermen, dat wil zeggen dat er gegeven moment dus wel een interactie is met de overheid. Ja, ja. Zeker wanneer er sprake is van nationale toernooien en internationale evenementen, waarbij de steun van de overheid onontbeerlijk is. Want nogmaals, het Surinaams Olympisch Comité heeft als de grote sponsors het IOC de Panam Sport, dat is dus de Pan-Amerikaanse sportorganisatie, de vroegere Pan-Amerikaanse sportorganisatie die de grote sponsoren zijn. De middelen komen dus uit het buitenland en wij zijn verantwoordelijk om dat te delegeren. En dat is natuurlijk een zekere systematiek en een beleid, vrij nauwkeurig. Maar we doen niet alles. Ja. We zeggen, de bonden zijn aangewezen in feite primair op de
het spotsysteem dat beheerd wordt door vroeger het ministerie van Sport, ja. Nu ROS met het directoraat Sportzaken. En die moet kijken hoe de lidbonden in principe al vanaf het begin zo goed mogelijk ondersteund worden. Ja, ja, ja. Om te komen dus tot talentvorming waarbij wij als Olympisch Comité kunnen inspringen. Want primair zijn wij in feite werkend naar de Olympische Spelen, ieder vier jaar, het quadrennium. En wij werken dus naar de piek van de Olympische Spelen, dat is het topsportgedeelte, maar we hebben ook andere verantwoordelijkheden. Okay. Maar nu praten wij over de topsport. Oké, en vanuit, want iedereen, ik denk elke atleet droomt ervan om ooit te schitteren op de Olympische Spelen. Ja, inderdaad. Is er een gericht beleid samen met het SOC? Nou, het is... In het nieuw beleid, ja, tenminste. Ja, zeker, zeker. AFAS beginnen bij onszelf. We zijn eerst bezig met ons eigen beleid af te maken. Dus zoals ik zei, we zijn bezig met het topsportbeleid. Wat we AFAS hebben gedaan, is het herinleven roepen van het Instituut Nationale Sportselecties. Mm-hmm. Die zal dan als instituut nauw samenwerken, met toestemming natuurlijk, met SOC. Om te kijken waar de raakvlakken zijn, waar we die ondersteuning kunnen geven. Maar ook in het bijzonder als het gaat om het subsidiebeleid. Omdat wij vanuit Sportzaken willen gaan naar een transparante subsidiebeleid. Waarbij we weten dat we effectief en zuinig zijn omgegaan met de staatsmiddelen. De voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité praat over 17 lidbonden. Wij hebben bij Sportzaken 33 plus sportbonden nationaal geïdentificeerd. En natuurlijk zijn er meer. Er zijn ook andere stichtingen, er zijn ook andere organisaties die eigenlijk ook zo'n beetje een partner zijn van het directoraat Sportzaken, van de regering, om het sport in verschillende buurten op verschillende manieren ook te ontwikkelen. En daarin willen we ook onze ondersteuning geven. Dus het gericht nationaal sportbeleid, waarom roepen we het gericht? Wij willen in ons beleid willen we samenwerken met SOC, andere sportbonden, sportorganisaties en ook de public-private partnership willen we gaan ontwikkelen, waarbij we ook met de private sector gaan samenwerken. Ja. Dus zo zien we dat als er één nationaal beleid is en we elkaar ergens kunnen vinden, dat het strategisch is om echt alle koppen bij elkaar te slaan en dan zuinig en effectief de sportontwikkeling in Suriname naar hoger niveau te tillen, waarbij, zoals je zelf aangeeft, niet alleen bij wijze van spreken atleten in Paramaribo, maar ook atleten in alle districten kunnen dromen om naar de Olympische Spelen te gaan. Talent hebben we genoeg. Maar het gaat om het niveau dat in het buitenland manifesteert. Want we hebben gezien, wil je echt schitteren op de Olympische Spelen, zal je ook zal je een professional moeten zijn. We hebben gezien dat mensen vaak met beurssystemen via het SOC, weet je, daar hebben getraind. En dat niveau hebben gehaald, of toch niet? Moet je per se in het buitenland trainen of kan het gewoon in Suriname? Nou, het is inderdaad zo dus dat de topsport in Suriname, we zijn een klein land, net als overigens een heleboel nog kleinere landen, de Caribische regio onder andere, dat zijn vaak eilanden. Dus we zijn aangewezen, als je inderdaad topsport wil bereiken, zijn we aangewezen toch op participatie in trainingskampen en of verblijf in de grotere wereld, de grotere sportwereld, dat we zeggen landen. Amerika is een van de bekende landen omdat het een sportland is. Je kan dus door middel van studeren en topprestaties kan je in principe een combinatie maken van presteren en studieprestaties en sportprestaties koppelen. We hebben geprobeerd in het verleden zoveel mogelijk scholarships te laten werken en ingaan voor topsporters die dan naar het buitenland kunnen. Maar er zijn natuurlijk, de scholarships zijn natuurlijk ook bedoeld voor nationale, de atleten die nationaal gevestigd zijn. In ieder geval is het belangrijk te weten dat er een systeem is waarbij het Olympic Solidarity als de werkarm van het Internationaal Olympisch Comité beurzen ter beschikbaar stelt voor de nationale Olympische comité's. Ja. En wij zijn een van de 206 in de wereld. En wij als SOC vragen aan de lidbonden wie hun topsporters zijn waarvan ze kunnen verwachten dat zij bij wijze van spreken in 2028 naar Los Angeles gaan of kunnen gaan. Het niveau zullen hebben bereikt. Of laten we niet 28 nemen, maar 24 Parijs. Als ze springen van Tokio strak, het is uitgesteld zoals je weet, naar Los Angeles. Maar dat is dus zoals wij werken, want wij praten binnen het Internationaal Olympisch Gebeuren praten wij ook al over 8, 12 en 16. De planning is al lopende. Wat er gebeurt is dus dat de bonden dan hun
topsporters voordragen waarvan ze denken dat ze ondersteuning zullen nodig hebben en het niveau zouden kunnen halen. Ja, ja. En dan wordt er overeenstemming, wordt er een tripartiet binnen tripartiet verband, SOC, Olympic Solidarity en de Nationale Federatie wordt besloten wie er aan bij kan komen voor een beurs. En dat we zagen dus dat zo'n atleet, die we de elite-atleten noemen, ze worden namelijk voorbereid om te participeren aan het grote gebeuren, de Olympische Spelen. Gedurende 3 jaar, in ieder geval 3 jaar voor de Olympische Spelen, tot naar de Olympische Spelen toe, een, iedere maand een zekere beurs, een bepaald bedrag toebedeeld krijgen en waarbij ondersteuning plaatsvindt voor participatie aan zeker de Olympische activiteiten en ook trainingskampen. Verder zijn er verschillende fondsen beschikbaar die individueel, laten we zeggen, toegewezen kunnen worden, maar dat moet allemaal in principe volgens een bepaalde procedure. Dus feit is dus dat wij nu 5 topatleten hebben die de weg naar Tokio moesten afleggen, naar 2020, toen was het 8. Nu hebben we 5 en die moeten in principe dus naar juni, eind juni, dat is 29 juni, moeten zij trachten zich alsnog te kwalificeren, zij die nog niet gekwalificeerd zijn. Maar het is dus zo dus dat wij werken aan topsport en daarna zijn er ook andere activiteiten, maar dit is erg belangrijk. Oké, mooi. En directeur, COVID-19 is niet echt een partner geweest in deze, vooral bij de ontwikkeling van de sport. We hebben laatst gezien bij de versoepeling van de maatregelen dat wel bepaalde contactsporten weer mochten. Is dat echt een domper geweest voor de ontwikkeling van de sport? Ja, in het bijzonder echt de topsporters, omdat zij zich echt, zoals de voorzitter heeft aangegeven, 4 jaar hebben zich echt gecommitteerd om het best voor te bereiden te zijn op de Olympische Spelen in 2020. En dan gaan ze pieken en dan gaat dat natuurlijk internationaal niet door. Maar ook de lokale topsporters die eigenlijk ook hun nationale toernooi of hun regionale toernooi een beetje hebben gemist. Ja. Verder konden de andere sporters ook niet gaan trainen, omdat vanwege de COVID-maatregelen de gyms en de sportcomplexen allemaal gesloten waren. Dus dat was een beetje jammer, maar ik heb gezien dat heel veel topsporters op een hele creatieve wijze thuis hebben gesport met de kansen die ze hebben gehad om eigenlijk een beetje te gaan rennen misschien op straat. We hebben heel veel burgers op straat gezien, over de brug zien gaan, verschillende buurten zien trimmen. Dus dat stemt je toch goed om te zien dat die sporten en bewegen gewoon doorgaat. Natuurlijk moet wel een beetje verantwoordelijk, maar dat is die ontwikkeling dat is gekomen als resultaat van de COVID-situatie. Natuurlijk zijn een paar atleten niet in topvorm en die hebben misschien wat sportpsychologische ondersteuning nodig. We hebben daarover ook gesproken met het Instituut Nationale Sportselecties. Ja. Hoe kunnen we met die sporters kijken hoe wij ze gaan motiveren? In plaats van dat ze misschien zullen kunnen frustreren omdat ze nu een beetje uit hun piek zijn en iemand anders haalt ze in de tussentijd in, iemand jonger bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is allemaal zaken waarmee we samen met INS delen. Maar desondanks hebben we gezien dat de meeste topsporters toch dicht bij hun piek zijn als we nu kijken hoe de internationale wedstrijden weer zijn begonnen. Natuurlijk, het geldt niet alleen voor Suriname, er zijn ook andere internationale sporters die dezelfde gevolg hebben gehad, maar dat is sport eenmaal. Is een meetmoment van het ene land naar een ander land en de een heeft het beter dan de andere, maar uiteindelijk is het de kans en de mogelijkheid die je krijgt om je land te mogen vertegenwoordigen op zo'n topniveau. Okay. Maar is het mogelijk, of tenminste werken jullie daarnaar zodat Surinamers in Suriname zelf het allerhoogste niveau kunnen bereiken? Precies, daarom werken we aan sportinfrastructuur. We hebben een werkgroep opgericht geïnstalleerd, exploitatie overheidssportaccommodaties, om te kijken wat de stand van zaken nu is. Nu zien we dat bijvoorbeeld de kunstgrasvelden wel worden onderhouden, behouden, maar het is niet echt een win-win situatie voor de gemeenschap en voor de overheid. Bijvoorbeeld degene die het zo'n beetje beheert, is eigenlijk, draait het als een enkele van, zo de goede niet nagesproken, maar enkele draait als een eigen business, waarbij zij 100% profijt eraan hebben en de gemeenschap minder. De bedoeling van bijvoorbeeld kunstgrasvelden is dat natuurlijk inderdaad ze hebben recht om te exploiteren en te verhuren, om inkomsten te genereren, om te behouden en te onderhouden. Maar er zijn ook uren aan verbonden waarbij scholieren en de directe buurt
kosteloos gebruik ervan mag maken. En dat waren een paar minpunten, dat willen we aanpakken. Dus dat is wel geëvalueerd? Precies, en daarom is er nu een werkgroep dat verder zal bekijken. Maar ook kijken we ook naar de andere sportcomplexen die we nu hebben, bijvoorbeeld ANS, Anthony Nesty Sporthal, SOSIS. En ook laatst is de minister samen met de directeur van ANS, Joel Martinez, naar Nikeri geweest om ook te kijken naar de sportcomplexen daar zo. Dus we willen ook dat een beetje gaan professionaliseren, moderner maken en natuurlijk duurzaam onderhouden en behouden. En te kijken van dat wij ook zelf onze trainingskampen in Suriname kunnen houden met de sportdeskundigen uit het buitenland, zo te zien naar hier te brengen. Mm-hmm. Dus die ideeën zijn er wel natuurlijk. Oké. En de voorzitter van het SOC had het erover voor deelname aan de Olympische Spelen. Zijn we ready? Vind je dat we ready zijn? Nou, als ik kijk naar vanuit INS, hoe we contact hebben gemaakt. Natuurlijk heeft iedereen hun tegenslagen gehad, maar ik denk dat bij bepaalde sporters, en het is de meeste zijn wat individuele sporters geweest, als ik het zo mag zeggen. Dus zij hebben, zoals ik ze net eerder aangaf, wel mogelijkheden gevonden om op hun eigen manier te sporten. Als ze 100% ready zijn, ik denk dat ze misschien vorig jaar beter voorbereid zouden zijn. Ik denk dat alle sporters dat hebben, maar ik denk dat je bent nooit 100% ready voor een toernooi. Dat weet ik als topsporter zelf. Weet je, je moet altijd gaan voor het beste en het ergste verwachten. Dus in feite ben je nooit ready, maar je moet gewoon gaan, je moet gewoon bossen, zoals men allemaal zegt. Weet je, en we hebben gezien dat bij Biggie Boy heeft zijn best gedaan. Hij was niet tevreden, maar we zijn allemaal trots op hem. Nacho heeft ook hun best gedaan en we zijn ook trots op ze. Dus ik ben ervan overtuigd dat al onze potential en future Olympians ook hun uiterste best gaan doen. En we zullen ook trots op ze zijn en ze daarvoor waarderen. Oké, mooi. En ja. Een vraag die eigenlijk ja, steeds weer komt. Je hoort bijvoorbeeld bij Nacho, een heleboel mensen zijn blij. Mm-hmm. Maar als je ook met sporters praat, dan hoor je toch die gemengde gevoelens. Yeah. Want je hoort van, ja, het is een sportpaspoort, dat is heel mooi. Yeah. Maar hoe staat het met onze jongens? Yeah. Wordt er genoeg gedaan om ze ook op dat niveau te krijgen? Moeten wij niet, desnoods oelast naar de Sranamang, maar dat weten we niet. Want ja, ze praten gewoon als... Ja, de bondscoach heb ik ook horen praten. Ja. Hij vindt het erg als we die spelers buitenlanders noemen. Ja. Maar als je luistert naar de meningen, dan is het toch wat verdeeld. Wat doen we met die jongens die misschien niet meer aan de bak komen? Nou, laat me dit ervan zeggen. Wij van de overheid willen niet in het beleid gaan van de Surinaamse Voetbalbond. Maar wij zijn wel faciliterend ondersteunend. Dus vandaar dat we ervoor hebben gezorgd dat die paspoorten in orde zijn gekomen. En verder heeft de minister persoonlijk bij een trainingsbezoek... van onze nationale selectie is er zelf naartoe gegaan en de jongens allemaal gemotiveerd en gecomplimenteerd voor de bijdrage die ze tot nu toe hebben geleverd. Want ja. Hoe je het ook keert of draait, waar we nu zijn, ja. Komt door onze lokale jongens. Die jongens hebben hun best gedaan, die jongens hebben bloed, zweet en tranen laten zien om zo ver te komen. Dus ja. Wij hebben sowieso gezegd van dat wij vanuit het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport deze top sporters in de nationale selectie, in Nacho, willen waarderen en we ze ook willen ontvangen en ook onze blijk van waardering laten tonen. Ja. Verder weten we ook, en ik zeg dit bij, ik wil dit ook kenbaar maken, weten we ook dat er bij de vorige regering een paar dingen aan ze zijn beloofd. Wij hebben het ook meegenomen en we zijn ook bezig te kijken van hoe wij dat nog kunnen realiseren. Want omdat ze iets hebben gepresteerd, was het zowat beloofd. En wij kijken hoe wij dat kunnen realiseren. Ja, maar we zien dat vaak, straks kom ik daarop straks terug, want we zien vaak dat er veel beloofd wordt aan topsporters. Ik denk aan u is ook een heleboel beloofd, aan Anthony Nesty, het is ook om maar te huilen. Als je ziet van wat er al die jaren is beloofd aan topsporters, toch nooit is gegeven, niet dat ze het ervoor hebben gevraagd, niet eens. Maar goed, we komen daar straks op terug. Even gaan, het SOC heeft toch wel doelen voor topsporters. Wat zijn die? Nou, ik wil dus toch wel even accentueren dat wij met betrekking tot het niveau waarop wij bezig zijn, ik wil dus dat zeggen omdat ze net de vraag werd gesteld, zijn we ready? Mm-hmm. Ik wil dus wel iedereen, in ieder geval de Surinaamse gemeenschap, erop wijzen dat participatie aan de Olympische Spelen, wat Suriname betreft, toch de nodige nuances in acht genomen moeten worden. Want ben je ready, verwacht men bijvoorbeeld dus dat on Jeffrey Van Aan Usain Bolt bij wijze van spreken gaat verslaan. Dus dat bedoel ik. Dus in feite ready betekent dat wij verwachten en wij hopen
dat onze atleten die uiteindelijk geselecteerd zullen zijn om te participeren, dat ze tenminste hun personal best kunnen verbeteren. Ja, maar de Olympische gedachte zegt ook toch, meedoen is belangrijker dan winnen? Meedoen is belangrijk. Ja, ik ben een voorstander van winnen, is het nog belangrijker. Maar we moeten gewoon nuchter zijn en met beide benen op de grond staan. Ja, ja. Dat wil zeggen, onze topatleten doen ze mee met regionale wedstrijden. De Odyssey, de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen, de Centraal-Amerikaanse, Caribische kampioenschappen. Dat zijn Olympische happenings. De Pan Am Games is ook al minder, want de Pan Am Games, daar zitten de grote landen als Canada, Amerika in. Dus daar, in feite is het gewoon de wereldtop doet mee met de Pan Am Games. Dus wat betreft de regionale Olympische evenementen, scoren we goed, we zijn redelijk goed. Maar als je praat over het grote Olympische gebeuren, moeten we dus wel die nuances gaan inbouwen. Ja, ja. Dat het Surinaamse volk niet verwacht dus dat er drie atleten gaan en dat er drie gouden medailles gaan winnen. Snap je? Dus dat wil ik dus even heel nuchter stellen. Ja, ja, ja. We verwachten van de atleten, anders krijg je een onnodige psychologische druk op de atleten. Ja, ja, ja. Ja, toch? En een stukje frustratie bij de gemeenschap. Ja, ja. Dat, ik denk, man, moet je gewoon medaille komen, toch? Maar, heb jij die druk ervaren? Ja, ik heb het sowieso ervaren. Toen was hij chef de mission, toen ik in, op Olympische Spelen was 2008. Ja, 2004, 2008 was hij daar. En natuurlijk is er een bepaalde druk op je, maar uiteindelijk moet je gewoon focussen op wat je hebt getraind. What you get is what you deserve. Ja. Weet je, dus inderdaad is er druk op je en die druk moet je ook dragen. Want sowieso wil je presteren voor je land en je volk, snap je? En je bent er trots op wanneer je hebt gepresteerd en zoals hij zegt dat je zelf daar bent geweest om je land te vertegenwoordigen, die vlag te dragen, onder de Surinaamse vlag te zwemmen of te sporten. Ja. Dus er is sowieso een druk op je. Daar kom je niet eronder uit. Het is hoe je ermee omgaat. Dus je moet er positiever mee omgaan. Ja, weet je, in de zin van je moet trots op jezelf zijn dat je zo ver bent gekomen en weet je bent een voorbeeldfiguur, anderen kijken naar je en wat je ook presteert, wees trots op, kop op, zeg maar in het borstkast naar voren en kom terug en dan weet je dat je een waardige sportambassadeur voor Suriname bent geweest. Kijk, het beste wat zou kunnen gebeuren met onze Olympische atleet is dat neem atletiek of neem zwemmen. Dan praten we over afstanden en tijden. Ja. Zijn vrij absoluut, toch? Ja, ja, ja. Ik bedoel, als je 16 meter 97 springt met hinkstapsprong, dat is je record, dan zou het prachtig zijn als je dan de 17 meter haalde op de Olympische Spelen. Ja. Ja, toch? Dat is een personal best. Maar tenminste je record proberen te halen. Ja, en niet juist door de knieën gaan vanwege de enorme stress. Ja. Kijk, een paar miljard mensen kijken naar de Olympische Spelen. En het zal dus nu nog groter zijn vanwege het feit dat er geen toeschouwers worden toegelaten. Ja. Dus alles gaat via de broadcasting gevolgd moeten worden. Maar worden die mensen ready gemaakt psychologisch? Van, zijn meestal jonge mensen van, je hebt niet echt levenservaring hoe je met de druk moet omgaan. Maar de mensen die nu op dat niveau trainen, die hebben al nogal wat in de maas zitten om het zo te zeggen. Ja. En nogal wat wedstrijdervaring. Okay, dus natuurlijk kan het altijd beter. Maar nogmaals, dat is heel belangrijk, als de jongens ready zijn, want er zijn geen dames bij, mogelijk. Nou, niet mogelijk, absoluut niet, want de 5 elite-atleten waaruit nog geselecteerd moeten worden, zijn 5 heren. Ja. Maar als ze ready zijn, willen we dat ze het beste doen wat ze kunnen doen. Ja. En ik zal geen naam noemen, maar van tenminste 1 verwacht ik dat er misschien wat gaat gebeuren. Nou, laat me zijn naam noemen. Jair Tjonefa met zijn 7e op de wereldranglijst bij wielrennen. Waarom niet? Internationaal ervaren laatste. Hij traint continu in Zwitserland, moet nog naar 2 trainingskampen en hij moet scherp zijn. Nu vorig jaar, helaas, juni vorig jaar was hij heel scherp. En hij moet het dus tot nu toe moeten verbeteren. Want dat heeft hij zelf gezegd, ik ga niet slapen, ik ga het proberen te verbeteren. Dus van hem verwachten we wat en mogen we wel wat verwachten. Toch van de anderen kennen we de ranking. Van atletiek ken je de wereldranking, van zwemmen ken je de wereldranking. Ja. We moeten niet verwachten dat we plotseling een tweede Anthony Nesty hebben, want de tijden zijn duidelijk. Je zwemt dus niet plotseling 1 of 2 minuten sneller. Zo gaat dat toch? Je bent zwemmer. Dus we moeten heel nuchter zijn en ik vraag de Surinaamse gemeenschap via u in dit programma dat we heel nuchter daarna moeten kijken, omdat wij zitten met een situatie waarbij de sporters proberen zo goed mogelijk op te peppen naar het niveau toe. Ja, ja, ja. Ja, maar we moeten niet ervan uitgaan dat ze met goud, zilver of brons terugkomen. En als dat mocht gebeuren, is dat meegenomen. Is dat meegenomen. Nee, mooi. En we hadden het over de doelen die het SOEC stelt.
De doelen zijn dus duidelijk. Het SOC is een Nationaal Olympisch Comité. En het Nationaal Olympisch Comité werken via een heel sterk programma. Ja. Ja. En wij van het Surinaamse Olympisch Comité die hebben ons strategisch plan, meerjarenplan, tot 20. Ja, dat hebben we ready liggen. Het is een plan geweest dus die met professionals samen is gesteld. Helaas is het eerste jaar van het strategisch plan, is zoals zoveel dingen in duigen komen te vallen, althans de uitvoering van het eerste jaar. Omdat wij gewoon dus los van organisatorische zaken, administration met de internationale organisaties, niet veel hebben kunnen doen. Ook onze lidbonden zijn minimaal actief geweest. In feite zitten we inderdaad met het probleem van hoe vangen we het allemaal op. Yep. Toch? De doelen die wij hadden gesteld met betrekking tot participatie aan internationale Olympische evenementen, is ook een beetje vertroebeld geraakt. En niet een beetje veel, om het zo te zeggen. Omdat door het verschuiven van de Olympische Spelen van 20 naar 21, treedt in de hele tijdslijn van alle evenementen in de wereld, grote naar regionale toe, treedt er een verschuiving op of wordt er zelf gecanceld. Ja. Want vooral bij het Olympisch gebeuren zijn er namelijk steden die zich committeren aan het organiseren van zo'n evenement. En dat is behoorlijk duur en de voorbereiding is lang en duur. Ik zei het al, Los Angeles wordt nu al voorbereid. Dat zijn we nog niet eens bij Tokio en Parijs moet nog komen in 2000. Anyway, waar het om gaat is dus dat wij als Olympisch Comité het strategisch plan dat we hebben samengesteld moeten gaan uitvoeren. En daarbij zijn de lidbonden, dat zijn de pilaren van het SOC, die moeten natuurlijk daaraan meewerken. We willen ze upgraden, we willen ze zowel bestuurlijk als sporttechnisch en alles wat mogelijk is proberen te verheffen, om het zo te zeggen, boven alles wat dus nu bestaat. En daarvoor hebben wij het strategisch plan. Een van de zaken die wij denken dat aangepakt moeten worden, is het verbeteren van het management, het bestuurlijke binnen die bonden. En ik kijk dus naar de directeur sportzaken, want ik weet toevallig dat het oud-ministerie, nou het ministerie van toen, over een personeelsbestand beschikt over 700 tot 800 man. En als we de directeur Gordon die noemde 33 plus bonden. Ja. Als je denkt aan 33 plus bonden en je denkt aan organisatie, waarom zou je van die 800 man die bij het ministerie toen zaten, en waarvan nog een deel, ik weet het zeker, een deel in feite dus niet functioneren, waarom zou je ze niet inzetten om de bonden te assisteren in het bestuurlijke en noem maar op. Is dat mandatory voor het IOC, dat het management toch wel sterk is bij de bonden? Is dat wij kunnen namelijk, er zijn bij het IOC liggen er verschillende fondsen, ready, waarop we een beroep moeten doen, willen we het toucheren. Jij moet het initiëren en zij oordelen, keuren goed en dan kan het geëffectueerd worden. Ja. Zo zijn er bijvoorbeeld dus courses die je kan organiseren voor coaches, maar ook voor atleten. Je kan internationale coaches hier naartoe halen om een groep te scholen. Je kan natuurlijk ook nationale coaches uitzenden om training elders te ondergaan en de expertise terug te brengen. Dus die interactie is er. We kunnen dat doen met atleten, we kunnen dat doen met coaches en we hebben recentelijk nog een meeting gehad met onze lidbonden, Zoom meeting, waarbij we zo, en ik moet gewoon zeggen dus dat ik heb 2 termijnen in het Olympisch Comité gezeten hiervoor, maar de transparantie, en het is niet opscheppen, maar de transparantie bij dit bestuur is van die aard, dus dat de lidbonden gewoon precies weten hoe de financiële stromen zijn, welke de bedragen zijn en welke de fondsen zijn waarop zij een beroep kunnen doen. Maar om een beroep erop te kunnen doen, moet je weten dat je een beroep erop moet kunnen doen. Ja, precies. Dus we hebben ze heel gedetailleerd uitgelegd hoe dat moet. En de bal ligt in feite bij de lidbonden. Dus ik kijk dan direct naar de directeur. Ja, inderdaad. En we zijn ook gelijk zo begonnen. Wanneer we praten over subsidiebeleid, hebben we gezegd, we willen niet alleen subsidie doen middels financiële middelen, maar ook met onze human resource. Dus zo hebben we ook onze beleidsmedewerkers ter beschikking gesteld voor de Surinaamse Voetbalbond. Hebben we ook sportleiders ter beschikking gesteld voor de Surinaamse Zwembond. En kijken we met de verdere andere bonden ook hoe we
onze human resource, onze personeel, ter beschikking kunnen stellen voor niet alleen de verschillende sportbonden, sportorganisaties, maar ook verschillende stichtingen die eigenlijk een bijdrage leveren aan de sportontwikkeling. Dus zo kijken we ook naar bijvoorbeeld verschillende stichtingen met mensen met een speciale hulpvraag. Het is niet meer mensen met een beperking, sporters met een speciale hulpvraag. Ja, ja. Maar we letten wel erop dat voordat we onze personeel ter beschikking stellen, dat ze voldoende geïnformeerd en getraind zijn voor bepaalde specifieke technische zaken. Dus zo hebben we ook met de Surinaamse Atletiekbond een cursus gehad van hoe je atleten moet trainen als basis, zodat in de toekomst, wanneer de Atletiekbond behoefte vraagt aan sportleiders ter ondersteuning, dat wij ze dan met die deskundigheid vol vertrouwen kunnen inzetten bij de Atletiekbond. Ja, en zo is het ooit eens opgericht, weet je, om precies vooral die sport in Suriname, atletiek en dergelijke, weet je, boost te geven. Maar gaan jullie weer naar dat soort instituten kijken om daar een power boost te geven? Ja. Want aan talent in Suriname hebben we geen gebrek. Ja, dus dat zei ik eerder al. Wanneer we kijken naar de sportcentra, die aan ons is overgedragen als huidige regering, dan kijken we ook wat gaan we met ze doen. En natuurlijk willen we ze, moeten we eigenlijk herinvesteren. Ja. En de vicepresident heeft het al gezegd, publiekelijk, en heeft ook persoonlijk aan mij gezegd dat hij dat op de begroting wil zien, dat we gaan herinvesteren in onze sportcentra. SOSIS is een van ze, NIS is een van ze. En we kijken ook wat naar de andere sportcentra, bijvoorbeeld in Ikeri recent nog, en zo verder. We zien ook dat de internationale organisaties waar wij Suriname ook aan aangesloten zijn, precies, heel streng zijn voor wat de accommodaties betreft. Als je je accommodatie niet voldoet, bijvoorbeeld kijk, Aruba kon niet in Aruba spelen omdat ze niet voldoen aan die FIFA-richtlijnen. Precies. Werken we eraan zodat we zien dat SVB voldoet, want die wedstrijd is hier gespeeld. Yes. Maar hoe zit het met de andere accommodaties? Want ik hoorde nog wel, ik weet niet of het zo is, dat bijvoorbeeld we niet een Olympische atletiekbaan hebben in Suriname. Nee, inderdaad, hebben we dat niet. Maar dat doen we in samenwerking met de verschillende sportbonden. Zij kennen hun technische regels, wat moet en wat niet moet, wat kan en wat niet kan. En dat heb je nu al bij de kunstgrasvelden. De kunstgrasvelden worden goedgekeurd door KNVB. En daar zie je al dat het eigenlijk al professioneel zijn. We hebben nu deze regering heeft twee kunstgrasvelden in orde gemaakt. Eentje te Domburg en eentje te Beekhuizen. En bij die ene van Beekhuizen kan je eigenlijk volgens KNVB wel nationale en misschien zelfs internationale wedstrijden doen. Dus zo kijken we ook naar de mogelijkheid om samen met de verschillende sportbonden ook andere sportcomplexen op te zetten. Bijvoorbeeld zwembaden die er al waren, die we mogelijk kunnen renoveren. Die voldoen aan wel de internationale eisen. Precies, precies. Dus, maar we gaan het niet vanuit de overheid zelf kunnen doen, want wij zijn dienst verlenen en faciliteren naar de sportgemeenschap toe. Dus wij gaan het sowieso in samenwerking moeten doen met de nationale federaties en via de nationale federaties met de internationale federaties en mogelijk waar nodig ook met het Surinaamse Olympisch Comité. Ja, ja, ja. Helpt het IOC, het SOC ook met het internationaal klaarmaken van de accommodaties? Ook daarvoor is er een programma. Het programma van Panam Sport onder andere. Ja. Dat je één keer per vier jaar een bepaald budget toegewezen kan krijgen bij een goed adequaat plan. Maar het is allemaal heel strak en heel streng bij de beoordeling daarvan. En de bedragen zijn niet zo groot dat je kan zeggen van we bouwen een Olympisch zwembad. Want laten we elkaar wel niet voor de gek houden hier vanavond en toch wel de dingen zeggen die gezegd moeten worden. In 88 hebben we goud gewonnen op de Olympische Spelen, onze trots tot nu toe, onze enige goud. Maar we zijn 33 jaar verder en we hebben tot nu toe geen Olympisch zwembad. 3 jaar geleden. En we hadden het toen gezegd en het Dus natuurlijk, we hebben tot nu toe geen Olympisch zwembad en wij zijn eigenlijk denk ik een van de weinige landen, of zo niet de enige in de regio, of van het Caribisch gebied en misschien Centraal-Amerika ook nog, die daarover niet beschikken. Evenzo een atletiekbaan. Ja. Ja, onze atleten die trainen op gras en op zand en op asfalt, maar niet op die kunststofbaan die nodig is. Ik heb de kennis, want bij 65 jaar Zwembond was er hier een bouwer voor een zwembad. Hij is ontvangen en zijn plannen ingediend, maar dat was dus het laatste wat ik heb gehoord, 3 jaar terug. En van het zwembad is niet veel terechtgekomen, dus ik hoop dus dat er wel wat gaat gebeuren. Ja, ja. Van de atletiekbaan weet ik nog wat meer,
omdat het SOC heeft toegezegd de SAB volledig te ondersteunen met die fondsen die beschikbaar gesteld worden door Pan-Am Sport. Maar ik moet zeggen dat Pan-Am Sport bereid is het volle bedrag ter beschikking te stellen voor de atletiekbaan. Maar ze zeggen, we willen wel eens weten hoe de rest van het bedrag, de 1,7 miljoen die nog op tafel ligt moet worden, van waar dat komt en wanneer dat zeker gesteld is, dan komen we in. Ja, dus je eigen bijdrage moet wel? Nou, niet de eigen bijdrage, want ja, de eigen bijdrage van zowel de atletiekbond en of de overheid, want daar gaat het uiteindelijk om. Iemand moet garant staan. Zelf hebben we gezien met het stadion, het nieuwe stadion, dus dat gebouwd moest worden om FIFA-standaarden te halen. Ja. Er moest iemand garant staan voor het geval het niet zo goed zou lopen, om het zo te zeggen. Dus het gaat meer eigenlijk om een garantstelling, dat iemand zegt van we stellen ons garant. Het is niet zo moeilijk toch? Ja, het heeft jaren geduurd voor die, die garantstellingen te komen. No, maar nogmaals, ik wil even completeren met het feit dus dat het IOC en het Pan-Am Sport inderdaad die fondsen hebben, die programma's draaien, waarbij ze dus de NOC's kunnen helpen. Maar nogmaals, die bedragen zijn niet van die nadat ze zeggen van voor de zwembad bouwen, een Olympisch zwembad. Ze willen inkomen, maar ze zeggen eigen bijdrage. Eigen bijdrage. Nou, even aanvullen daarop. Het heeft jaren geduurd inderdaad, maar eigenlijk moeten we ook aangeven dat er wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden bij de regering. En deze regering heeft besloten om garant te staan voor de bouw van het nieuw Andrie Kamperveedstadion. Dus ook in dat kader denk ik dat deze regering andere ideeën heeft, zoals ik eerder zei, qua sportcentra, om daarin te herinvesteren met de beschikbare middelen. Ja. En we hadden eerder in het programma, afgelopen week, hadden we Ronnie Aluma. En we hebben het speciaal gehad over de waardering van de atleten. Ja. Want daar gaat het eigenlijk op. Lamlap, voor we dingen gaan zeggen, wat verstaat de overheid onder het waarderen van atleten? Nou, wat de overheid onder waarderen verstaat, is eigenlijk de erkenning geven dat zo'n atleet of team heeft opgeofferd om een bijzondere prestatie te leveren. En daar willen wij kijken met de beschikbare middelen en de mogelijkheden die deze regering of de overheid, de toevallige overheid dan, kan aanbieden aan zo'n atleet kan doen. Dus natuurlijk, zoals je eerder zei, worden beloftes gemaakt. Ja. En eigenlijk moet elke regering zich daaraan committeren. En wij kijken van ons kant uit de vele beloftes die bij sportzaken zijn gemaakt, hoe wij we het zo'n beetje ook kunnen realiseren. Dus zo zei ik eerder al, er zijn bepaalde beloftes gemaakt aan de verschillende dorpen, verschillende gemeenschappen. We zijn nu bezig dat te inventariseren middels ons decentralisatiesportbeleid. En ook bij ons topsportbeleid zijn we aan het kijken van wat is beloofd, wat kunnen we nog doen. Maar uiteindelijk willen wij wel kijken waar wij kunnen herwaarderen, dat we dat wel gaan doen. Want we zeggen ook, geef eer aan wie eer toe behoort. Dus in dat kader willen we kijken wat de mogelijkheden zijn, wie de niet gewaardeerde topsporters zijn. En in de toekomst willen we via INS nogmaals en in samenwerking met de verschillende organisaties, sportorganisaties, maar ook de parastatale bedrijven, om te kijken van hoe kunnen wij deze sporters beter accommoderen en beter waarderen. En wanneer ik praat over accommoderen, is het ook na je sportcarrière. Want je hebt, als ik weet het, als topsporter geweest, ik heb het geluk gehad dat ik als zwemmer daar verder ben kunnen doorgroeien, kunnen studeren via het SOC en de Surinaamse Zwembond in Amerika. Van mijn degree in business management, maar ook mijn diploma in sport management. En heb ik kunnen werken als coach, als trainer, zelf sportondernemer. En nu ben ik directeur van sportzaken. Dus ik heb wel een long-term athlete development planning kunnen doorlopen, waarbij ik heb kunnen doorgroeien. En dat is die waardering die ik heb gehad eigenlijk via de overheid, via de SOC en via de Surinaamse Zwembond. En diezelfde waardering willen wij dan ook aan onze toekomstige topsporters geven na hun carrière, dat ze ook ingezet kunnen worden, hetzij bij de overheid of elders, zodat zij zich toch een beetje gewaardeerd voelt voor hun kennis en ervaring die ze hebben. Oké, hetzelfde vraag aan het SOC. Ja. De directeur heeft het vrij goed beantwoord. Je zit natuurlijk met het feit dat wij als organisatie een ongoing proces van begeleiden van topsporters aan het uitvoeren zijn. Het Internationaal Olympisch Comité is sinds enkele jaren bezig om hetzelfde te doen naar de NOC's toe, om ze die faciliteiten te bieden
mogelijkheden te creëren voor die atleten die op topniveau hebben gefunctioneerd en gepresteerd. Dat wil zeggen dus dat het internationaal nu een hot item is en dat er een soort academie, een Olympische academie is ingesteld waarbij de mogelijkheid geboden wordt aan topsporters die niet op het niveau waren van ingezet worden zoals dat gezegd wordt, zeker niet in, in die Olympische wereld, administrative en of sportinstructeur, dat ze bij de Olympic Academy van het Internationaal Olympisch Comité daar de training kunnen verzorgen om de kennis die ze hadden als atleet, aangevuld met die academische kennis die ze hebben gehad om bijvoorbeeld coach of trainer en of manager te zijn, dat te gaan combineren om verder hun krachten te geven, niet als atleet, maar als een echte Olympian. Yes, dat yes, is yes. Dus de gedachte. In Suriname is het, denk ik dat het gebeuren moet dus in een combinatie met het Surinaamse Olympisch Comité ergens, ergens. Dat we zeggen, het is nog niet geïnstitutionaliseerd. Het moet komen dus dat sporters die ooit eens, laten we zeggen, jaren van hun leven hebben gegeven aan het intensief trainen en veel offers hebben gebracht, dat ze somehow, als ze nog niet persoonlijk in staat zijn een zekere minimaal bestaanszekerheid te hebben of te verzorgen voor zichzelf, dat ze daarbij geholpen worden, want je kan ze niet in de kou laten staan. Dat is dus inderdaad zo. Maar nogmaals, je hebt ontwikkelde landen waarbij het nog niet eens zo ver is. Laat staan wij. Dus wij zijn eigenlijk in de kinderschoenen wat dat betreft. Dus het kan beter. Wat kan beter. Vooral beter? Nou, het gaat niet alleen om de waardering van de atleten. Het gaat ook om de waardering van de coaches, het hele technische staf. En vele mensen praten niet erover dat ook coaches heel veel opofferen voor hun atleten, voor hun teams. En ook als directeur van sportzaken heb ik het ook opgepakt om te kijken naar mijn personeelsbeleid. Omdat de sportleiders daar zo ook overtime maken, niet alleen het werk voor de overheid, maar ook voor hun verenigingen, etc. Waarbij we zeggen van kijk, we willen ze ook een beetje een traject geven, een loopbaantraject waarbij ze beter doorgetraind kunnen worden, hun krachten kunnen geven en ook een betere waardering krijgen. En zo ook, willen we ook kijken naar de waardering die wij kunnen geven aan de verschillende buurtorganisaties, sportorganisaties. Dus wanneer we praten over waardering, gaat het niet om atleten, maar eigenlijk het hele technische team en iedereen die daarin heeft ondersteund. Ja, oké, mooi. En u ondersteunt dat ook? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Oké, dus het komt wel goed met de sport in Suriname? Want als ik luister naar de directeur, dan zijn er veel plannen. Ja. Maar ik hoop maar, regeren is ook continu van beleid. Precies. Zodat die sporters ook niet eronder lijden. Want elke keer als er weer een regeringswissel komt, dan heeft die regering meestal andere ideeën. En dan leidt de sporter eronder. Ja, dat is eigenlijk het grote probleem in Suriname. De continuïteit, dat wordt niet gegarandeerd. En ik moet eerlijk zeggen dus dat wij binnen de sportwereld soms met wie moet kijken naar wie komt en wie gaat. Yeah. En ga maar even naar hoeveel sportministers we hebben gehad in de afgelopen jaren. Ja toch, de ene komt, de andere gaat. En het probleem is dus dat de continuïteit op het ministerie niet altijd, nou niet altijd, in feite de continuïteit er niet was. De ene komt en begint. Yeah. Dus ik hoop, en ik kijk naar de directeur, en ik moet ook zeggen, bij het kennismakingsbezoek met de minister van ROS, heb ik het ook gezegd. Maar het is natuurlijk jammer dat wij van het niveau van het ministerie, wat sport betreft, zijn gedegradeerd naar het directoraat. We hebben die tijd gekend. Toen was het directoraat ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Nu is het bij ROS en de visie is dus dat dan makkelijker toegankelijk wordt voor via de districtcommissaris, commissariaten, dat heeft de minister ook vergaat. Maar het is natuurlijk jammer dus dat gebeurt, omdat je namelijk die stem in de regering direct van de sport niet meer hebt. Ja, ja, ja. Het is RO en directoraat sport en het budget en alles wat er mee gepaard gaat, zal wel anders zijn. Dus ik vraag me af hoe dat moet en ik hoop van ganse harte dat ik heb het beleidsplan doorgenomen van het ministerie. Zo net nog voor ik hier naartoe kwam, nog een keertje genetailleerd. Want ik dacht van,
Ik wil horen dat hij het zelf zegt. Mm-hmm. Ik hoop echt dat het ministerie en de politiek vooral zich houdt eraan. Het is eigenlijk niet zo goed begonnen, want ik zeg, als SOC met 17 lidbonden, de grootste bond in het land. Ja, toch? Basketbal, voetbal, noem maar op. Dat wij het uit de media moeten horen dat het ministerie wordt opgeheven. Ja, toch? En dat het 6 maanden heeft geduurd, bijna 7 maanden voor de kennismaking hebben gemaakt met de minister. Dat zeg ik, dat is not too good, zo'n start. Ja. Maar we kijken het aan en Gordon is daarna benoemd tot directeur. Misschien weet men het niet, maar Gordon is Suriname-Kruipjescomité bestuurslid geweest. Ja, ja. Hij weet hoe we denken, hij weet hoe we werken. Ja. Dus dat, denk ik, zal de samenwerking makkelijker maken. Ja. En ik hoop dat hij de power heeft om te trekken aan die touwtjes daar, die van bovenuit komen. Ja, dus om dat te kunnen doen, wat gedaan moet worden, want uiteindelijk moet er wat gebeuren. Oké, mooi. Dus we moeten naar de afsluiting doen. Laatste woord, Harry. Nou, laat me het ervan zeggen, en ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het gaat om het gericht nationaal beleid 2020-2030. Dus het is de bedoeling ook dat wij dit ook kunnen overdragen aan de volgende regering. En dat zij dan de verdere stappen zullen nemen om verder te gaan. Dus dat is de bedoeling, dat is het idee. En het is een politiek besluit geweest. Dus we hebben de politiek achter ons. De president, de vice-president. En ook heeft de minister zelf ervoor gekozen om Joel Martinez beleidsadviseur te maken. In het bijzonder bij sportzaken. En daar, met zijn ondersteuning bij sportzaken, hebben we sowieso die politieke backing om dit te realiseren. Okay. Dus ik wil aan SOC, alle sportorganisaties en ook aan de gemeenschap vragen, geef ons een kans om ons beleid te presenteren, uit te voeren. En daar zullen we allemaal de vruchten van werpen. Oké, geweldig. Dank je wel. En heel veel succes aan u beiden. Yes. En we kijken natuurlijk uit naar de prestaties van onze Olympians. Meedoen is belangrijk, maar u zegt, u verwacht wel winnen. De winnen zou mooi zijn. Mijn persoonlijke principe is, je gaat voor de winst. Maar zolang dat kan, zolang dat reëel is. Geweldig. Yes. En zo zijn we gekomen aan het einde van ook deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. We hebben het vooral het Surinaam sportbeleid onder de loep geplaatst. We hadden hier aan tafel de directeur sportzaken, Gordon Tony Chow, en de voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, de heer Tjonafat. Heeft u net ingeschakeld, dan wil ik verwijzen naar ons YouTube-kanaal ATV Suriname, of onze Facebookpagina ATV Suriname. Tot de volgende week maandag. Een hele fijne avond verder. Dag.